Ik ga misschien verhuizen. Echt heerlijk. Oh. Zijn jullie klaar voor iets heel leuks? Hoi en leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een mukbang. En het is even wat anders dan normaal, want het ging helemaal weer fout. Typisch, typisch ben ik. Nou, ik kom net van school. Het is heel erg laat. Het is 19:30 en ik moet nog eten. En ik heb best wel veel trek. En ik had heel veel zin in sushi. Dus ik dacht, ik ga sushi bestellen. Maar de website was gesloten of zo. Dat zag ik pas heel laat. En ik dacht, ik ga even bellen, maar ze namen niet op. Dus toen dacht ik, shit. Want ik had me al helemaal voorbereid. Op school dacht ik helemaal, oh, lekker sushi. Tegen iedereen verteld. Nou, niet dus. Dus ik dacht, ja, ik moet wel iets eten. Dus we gaan het vandaag met kapsalon doen. Hatsenplats. Heerlijk zeg. Oh, dit is ook zo lekker. Dus we gaan het even openmaken. Dit even aan de kant. Ben jij benieuwd? Doe alvast een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal voor als je nieuw bent. En dan gaan we snel beginnen, want ik heb trek. Oké. Helemaal niet erg. Ik vind dit ook zo lekker. Ik vind sushi lekker. Ik vind dunner echt... Echt heerlijk. Oh. Ik heb er trouwens ook nog Turks brood bij gedaan. Oh. Want je mocht maar boven een aantal x bedrag mocht je bestellen. Dus ik dacht, ik doe een Turks broodje erbij. Want extra knoflooksaus erbij. En dan is dit heel lekker. Knoflooksaus. En kapsalon. Oh, heerlijk. Nou. Ik dacht, ik doe even verstandig en zet het op een bord, want dit gaat namelijk helemaal fout en smeren. Oh, yum. Oh, dit is zo lekker. Shit. Voor mensen die het niet kennen, dunner met kaas en sla en volgens mij komkommer en tomaat. Dat vond ik dan weer een beetje jammer, dus dat haal ik eruit. Eraf, dat had ik even moeten zeggen. Maar ja. En dan voor drinken heb ik gewoon Arizona, want oh, heerlijk. Dus laten we beginnen. Oeh, ik hou even extra knoflooksaus op. Be right back. Nou, waar ik het vandaag over wil gaan hebben met jullie, zijn best wel serieuze dingen. Maar ook dingen waar ik best wel vaak de vraag over krijg. Vooral Instagram. Echt, mijn inbox of mijn DM, die stroomt vol met vragen over mijn studie. En ik doe de studie Creative Business. Ook wel bekend als Media, Informatie, Communicatie. Dat, zo heet het eerst eigenlijk. En dat is veranderd. Oh ja, trouwens, ik ben iemand die mega veel kilo's knoflooksaus op het eten doet. Echt heerlijk vind ik dat. Oh, wat kan ik hiervan genieten. Net zoals bij sushi dat je dan heel veel sojasaus er allemaal op mikt. Oh, het hele bakje moet er ook gewoon op. Maar goed, even straight to the point. Waar was ik? Mijn studie. Ik krijg dus heel erg vaak de vraag... Van, oh, dit gaat natuurlijk fout. Welke studie doe je? En als mensen het weten, is dit wat voor mij? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En ja, eigenlijk allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht, ik ga er even wat dieper op in. Ik zit dus nu in het tweede jaar van de studie Creative Business, HBO. En ik vind het echt heel erg leuk. Het past echt heel erg bij mij. Alvast excuses. Als je overal saus gaat zien. Dit is gewoon genieten. Maar goed. Ik vond het heel erg lastig om überhaupt een keuze te gaan maken in het begin. Want ik wilde altijd lerares worden. Dus ik wilde PABO doen. Maar uiteindelijk, ik weet niet hoe het kwam, maar mijn zus die kwam met deze studie. Want zij houdt ervan om voor mensen helemaal uit te zoeken wat een studie is voor hun. Oh my god, ik zit er weer helemaal onder. Dus zij kwam met deze opleiding en ze zegt, Floor, dit is echt wat voor jou. Nou, dus ik ging naar die open dag. En ik vond het zo leuk. Dus ja, als jij een beetje gek bent op media, dat vooral. Maar ook best wel creatief kan zijn. Vooral ook niet per se met je handen, maar ook met je hoofd. Want geloof mij, ik heb twee linkerhanden. Ik ben echt soms zo onhandig en ik kneus. Maar dat maakt helemaal niet uit. Als je maar gewoon goed in je hoofd kan... creatief kan zijn, dan werken anderen het altijd wel uit, weet je wel. Dus nou ja, heel leuk allemaal. En toen ben ik die opleiding dus gaan doen. In Saxion Enschede.
Ja, en het bevalt me nog steeds heel erg goed. Ik heb ook in 1 jaar mijn P gehad. Dat is mijn propedeuse. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Maar goed, wat kun je er nou mee? Ja, je kan er echt voor alles mee. Als jij in de reclamewereld wil, dan ga jij deze studie doen. Als jij cameraman wil worden, wil jij documentaires gaan maken, wil jij andere video's maken voor een bepaald bedrijf, kun je dit gaan doen. Maar niet alleen video, maar je kan ook marketeer worden, je kan de communicatie in, je kan, wat kun je allemaal, heel veel. Ik weet sowieso dat er best wel veel interesse is in deze studie. De afgelopen jaar eigenlijk vooral ook, de jaren wel. Dus dat is heel erg leuk. Maar goed. Mocht je benieuwd zijn, moet je het even opzoeken, want ik ben natuurlijk ook geen expert. En welke vakken ik heb, was een vraag die ik kreeg. De vakken die ik op dit moment heb, ik heb net een nieuwe periode, deze week is aangebroken, dus ik heb allemaal nieuwe vakken. En deze periode is vooral best wel gericht op journalistiek. Maar dat is niet mijn kant waar ik op wil gaan. Ik wil echt de marketing en communicatie en zo, die kant op gaan. Dus het is niet dat ik denk, yes, leuk kwartiel, maar het maakt niet uit. We hebben vooral veel journalistieke vakken nu, zoals copyright, audiovisueel. Dan ga je ook met audio en video bezig, geluid, montage, dat soort dingen. Ik heb project, sowieso elke kwartiel heb je een project of periode. Je hebt 4 periodes in een jaar. En allemaal leertoetsen en zo. Ik had vorige periode bijvoorbeeld bedrijfskunde. Nou, dat is een vak wat je gewoon even moet hebben soms. Marketing. Ik heb het vak psychologie nog gehad. Rechten, maar dat heeft elke opleiding rechten. Wat heb ik nog meer allemaal gehad? Media effecten, media psychologie. Echt hele leuke vakken. Dus echt heel erg leuk. Mocht je geïnteresseerd zijn, ik zou zeggen bezoek een open dag. Volgens mij heb je deze studie in sowieso Enschede, Amsterdam en Leeuwarden volgens mij, maar soms heten ze anders, maar ik weet het eigenlijk ook allemaal niet. Maar goed, ik ben in het 2e jaar van deze studie moet je op een gegeven moment weer een richting kiezen. Dus je denkt, nou, ik heb een opleiding gekozen, dat is klaar. Nee, je moet in je opleiding, bij deze opleiding dus, nog een richting kiezen in het 2e jaar. En je kan kiezen uit media formats en regie, dat is ook met video, marketing en concepten, je kan educatieve voorlichting ofzo, en je kan nog journalistiek en voorlichting. Nou ja, ik ga dus marketing en concepten doen, ik heb er heel erg veel zin in. En ja, na deze periode ga ik dus naar een andere klas en krijg ik gewoon weer alles nieuw, echt gespecialiseerd in die richting, dus ik ben wel heel erg benieuwd. En ja, ik was eigenlijk op deze opleiding gekomen. Ik was hiervoor gekomen om de richting uiteindelijk media formats en regie te doen. Maar het is zo grappig om te zien hoeveel jij je ontwikkelt in je opleiding. Dat je uiteindelijk andere interesses krijgt. Dus nu heb ik dus de interesse marketing en concepten heel erg gekregen en ontwikkeld. Terwijl ik daar helemaal niet voor was gekomen. Dus dat is gewoon echt heel erg grappig. En je gaat ook gewoon heel erg merken tijdens opleiding wat je wel ligt en wat je niet ligt. En ja, wat je misschien wil later, dus ja, dat is wel grappig. Dit is zo godvergeten lekker. Ik kan het niet aan. Dit is, oh, meer knoflook. Even weer praten. Het is zo raar sowieso. Ik heb nog nooit een mukbang gefilmd. Normaal eten, ik hou ervan eten. Gewoon lekker snel eten, oh heerlijk. Maar nu moet je ook praten en dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dus let me know als jullie het vaker moet doen en met ander eten, andere onderwerpen, dan kunnen jullie toch weer een beetje, kan ik jullie weer een beetje up-to-date brengen. We gaan even switchen van onderwerp ook. Het heeft een soort van te maken, nog steeds met school. Dat is namelijk verhuizen. Ik ga misschien verhuizen. Wij moeten dus in het 3e jaar stage en minors gaan lopen. Nou ja, en in mijn studie heb je gewoon vooral de grote mediabedrijven in de grote steden. Dus Amsterdam, Hilversum, Rotterdam. Dus als ik stage ga lopen, over een half jaar, na de zomervakantie, 2020. Ga ik hoogstwaarschijnlijk naar een grote stad. En dat betekent op kamers. Voor de mensen die het niet weten. Ik woon dus in Twente, in Overijssel, Nijverdal. Kun je vast ook wel horen aan mijn accent. Ik doe heel erg mijn best met zo goed mogelijk Nederlands te praten.
Ja, als je dan in Amsterdam een stage gaat lopen of zo, dan ben je 2 uur onderweg aan het reizen. En als jij dan elke dag stage hebt, 8 uur beginnen, ga jij niet om 5 uur je nest uit om 2 uur onderweg te zijn naar je stage en dan weer 2 uur terug. Dat is bijna onmogelijk. Er gaan niet in zo vroeg treinen. Volgens mij is het de eerste trein die hier rijdt 5:30 of zo. Dus dat wordt nog wel een dingetje. Maar goed, dat is een zorg voor later. Dat zie ik allemaal wel. Ik wil er nu ook nog niet te druk om maken. Ik bedoel, ik heb het nu nog heel fijn hier. En ik heb allemaal vrienden en vriendinnen hier. Maar als er echt een goede kans komt in een stad wat verder weg ligt, dan wil ik die wel gewoon pakken. Dus ja, we gaan het allemaal meemaken wat er gaat gebeuren. Verder kreeg ik ook nog de vraag op Instagram. Ik had trouwens vragen gesteld op Instagram via de vraagsticker. Mocht je me nog niet volgen, mijn naam is Floor Delve op Instagram. Dan kun je daar volgende keer ook een vraag achterlaten. Met de vraag hoe het met mij gaat. En dat vind ik wel een hele leuke vraag. Want als jullie mij volgen, hebben jullie gezien dat ik natuurlijk afgelopen maand of maanden, een paar maanden geleden, niet zo goed ging met mij. Nou ja, niet zo goed, het ging wel prima hoor. Maar het is niet dat ik bepaald heel lekker in mijn vel zat. Dus dat zagen jullie ook aan mijn YouTube. Ik was er even mee gestopt, ik had gewoon tijd voor mezelf. En nou ja, nu gaat het gewoon eigenlijk heel erg goed. Ik heb in die tijd heel erg beseft dat ik dit heel erg leuk vind. En gewoon content voor jullie wil maken en lekker wil editen, want dat is natuurlijk helemaal mijn ding. Dus ja, ik had het uiteindelijk toch weer een kans gegeven en ik ben er heel erg blij mee. Want ja, ik voel me nu zo goed dat ik gewoon 2 keer de week kan uploaden. Dus dat is heel fijn. Klasse. Oh, ik kan hier echt miljoenen dingen van opeten. Dit is zo lekker. Het is alleen echt moeilijk om te snijden en zo. Het valt helemaal uit elkaar. Beetje jammer. Misschien moet ik het op het bord leggen. Had ik gewoon veel eerder moeten doen. Sorry als je nu in beeld dat bakje ziet. Volgens mij wel, ik kan het niet zien. Ik heb normaal een bril op in mijn normale leven. Nou, eigenlijk ook niet. Maar ik heb een bril en ik ben gewoon blind. Dus het gaat eigenlijk wel weer heel goed. Ben ik heel erg blij mee. Hou ik vol, hopelijk. En ik hoop dat dat ook gewoon zo blijft. Dus ja, elke dinsdag en vrijdag een video om 4 uur. Verder is het ook wel heel erg leuk. Mijn plan is dus om dan dinsdag de weekvlogs aan te houden. En dan vrijdags een andere soort video. Maar ja, er komt dus gauw kerst. Kerst komt eraan. En voor de mensen die het niet weten, ik ben gek op kerst. Oh. Dus naarmate de tijd vordert, komen de kerstvideo's online. Ik ben zo aan het smeren. Dit is echt vreselijk. Ik kan dit niet normaal eten. Dus ja, ik ben druk aan het filmen alles, aan het uploaden, aan het inplannen. Zodat ik gewoon 2 keer in de week naast mijn studie kan uploaden en werken daarnaast. Want ik werk dus nog steeds in de kledingwinkel in Nijverdal, Liddy. Dus ja, dat vind ik heel erg leuk. Zijn jullie klaar voor iets heel leuks? Wacht, even nog meer knoflook. That's my life. Gelukkig heb ik een vriend die net zoveel houdt van knoflook als van ik. Die is nog 10 keer erger. Die doet het zelfs op een Hawaii pizza. Kijk, dat doe ik dan nog net niet. Maar dat is top, want we kunnen samen lekker stinken en knoflook eten. Relationship goals. Iets heel leuks. 20 december ga ik naar Londen. Ik ga naar Londen met mijn allerbeste vriendinnetje. Had ze voor mijn verjaardag gegeven. Echt, love you. En ook nog allemaal andere dingen trouwens. Echt, schat van mij. En we gaan naar Londen en oh, daar heeft ze me zo gelukkig mee gemaakt, vooral voor kerst. Londen, kerst, het is gewoon weer één en al perfectie. Ik was dus afgelopen jaar, 2019, met mijn vader in januari naar Londen gegaan. Kijk even hierboven, als je die vlogs nog niet hebt gezien, was echt heel erg leuk. Maar goed, we gaan dus nu voor kerst en dit jaar was ik na kerst geweest. Dus dat wordt echt heel leuk en magisch en ik heb er zoveel zin in. Dat ga ik ook vloggen. Ik ben gewoon natuurlijk aan het weekvloggen. Maar zij wil niet per se in beeld of zo. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar ik zelf wel in beeld. Ik zelf wil wel in beeld. Of ga ook in beeld.
Dus jullie komen sowieso dingen te zien. En het is zo leuk. Oh, ik heb er zoveel zin in. Maar we gaan dus met de bus naar Londen. En dan moest je om 8 uur op zo'n plek zijn. Nou, dan gaat hij rijden. En dan is hij om 12 uur of zo even een stop, pitstop, zodat hij even kan rusten. En dan gaat hij naar een Mac of zo. Tenminste, dat had zij de vorige keer. Nou, dan gaat hij weer rijden. En dan moeten we even slaap pakken, want anders hou je het gewoon niet vol. Dan komt hij om 4 uur aan, of 4:30 bij de douane. Nou, moet je uitstappen. Dan gaan ze alles checken en zo. Nou, dan ga je boot op en dan ben je om 7 uur of zo in Londen. En dan ga je s'avonds weer terug. Dus het is echt een lange, pittige nacht en dag. Daarna ben ik helemaal gesloopt, dat geloof ik echt. Maar het wordt zo leuk, ik heb er zoveel zin in. En ook gewoon die sfeer daar, lekker filmen en gezellig met haar. We gaan lekker shoppen, lekker naar die kerstmarkt, want daar was zo'n kerstmarktje toen ook. Dus ik denk nu sowieso ook. En aardbeien met chocola eten en gewoon zoveel eten. En oh, ik word helemaal gek gewoon. Laat ik nog even wat vragen erbij pakken. Om het zo mee af te sluiten. Favoriete gezonde snack? Zegt Senna. Nou, ik wou dat ik een favoriete gezonde snack had. Jesse Belman, in hoeverre zet jij je in voor de klimaatverandering in deze individuele cultuur anno 2019? Ook heel veel vragen over YouTube. Ja, het is echt best wel pittig veel eigenlijk. Nou, ik zit eigenlijk wel vol. Het is hem ook niet geworden. Ik bewaar hem even voor vanavond of zo. Of voor iemand die het wil. Ik heb geen idee hoe lang de mukbang is geworden. Ja, even een keer wat anders met dunner en vette hap en gesmeer en gedoe. Maar ja, dat is eigenlijk wel weer typisch Floor. Dus bij deze. Ik hoop dat jullie het een leuke mukbang vonden. En dat jullie nog wat inspiratie of informatie hebben gehad uit de studie misschien. Of iets anders of gewoon whatever. Allemaal welkom. Leuk dat jullie hebben gekeken. En heel erg bedankt voor het kijken. En dat zeg ik nu 2 keer. De volgende keer als sushi site het weer doet, bestel ik sushi. Want eerlijk is eerlijk, een sushi mukbang is toch echt perfect. En dat moet ik gewoon een keer gedaan hebben. Wellicht met iemand anders erbij. Let me know voor suggesties in de comments. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei. Nog even een zoen.